De bestuursvoorzitter van de kartelwaakhond NMA, Pieter Kalpfleis, legt ze per onmiddellijk zijn taken neer. Kalpfleis gaat met onbetaald verlof. Hij kwam de laatste week onder vuur te liggen door een rechtszaak uit zijn verleden en neemt nu de tijd om zich daartegen te verzekeren. Pieter Kalpfleis was voor zijn NMA-tijd een lange periode werkzaam als rechter. In die tijd kwam hij ook in aanraking met een slepende affaire rond de bouwgrond op Schiphol, de zogenoemde Chipsholzaak. Recent werd er beschuldigingen geuit dat Kalpfleis als getuige in deze zaak meineed zou hebben gepleegd. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar die beschuldigingen. Aan de telefoon heb ik nu bestuurslid van de NMA Henk Don, die zijn taken zal waarnemen. En meneer Don, is deze keuze van Kalpfleis een vrijwillige? Ja, we hebben daar goed overleg over gevoerd. En we respecteren deze keuze om tijd vrij te maken om zijn eigen belangen goed te kunnen behartigen in die oude zaken. En tegelijkertijd de NMA niet onnodig te belasten met wat er omheen allemaal gaande is. Ja, want wat betekent deze zaak en ook het voorlopige opstappen van de heer Kalpfleis voor de NMA? Nou, het is geen opstappen. Het is verlof nemen om zelf ruimte en tijd te vinden om goed die zaken te kunnen behartigen en de NMA zo weinig mogelijk in het functioneren te belemmeren. Wat betekent het voor de NMA? Ja, dat wij verder gewoon onze taak doorzetten. Genoeg werk aan de winkel. De termijn van de heer Kalpfleis loopt af op 30 juni. Denkt u dat u hem nog terugziet voor die datum? Ik zal hem zeker nog zien, maar of dat in functie zal zijn na een verlof, dat kan ik op dit moment niet overzien. Meneer Don, dank u.